1 op de 4 Nederlanders is mantelzorger en dat kan best een zware taak zijn. Om de mantelzorgers in de Noordkop een gemoedelijke vrije middag te bezorgen, organiseerde het Mantelzorgcentrum een high tea met theatervoorstelling. Nou, vandaag staan we in Den Helder op de dag van de mantelzorg. Dit is de dag dat wij vieren eigenlijk dat we heel erg trots zijn op onze mantelzorgers en heel erg dankbaar zijn dat ze überhaupt zoveel zorg bieden aan de naasten. Ja, en wij proberen dat gewoon feestelijk te vieren vandaag, dat ze wat ontspanning krijgen, even weg van hun zorgsituatie. Waarbij ze weer even wat energie kunnen krijgen. Maar het gaat er vooral om dat we heel erg duidelijk hebben met elkaar dat mantelzorg niet even iets is wat je erbij doet, maar soms heel zwaar kan zijn. Vindt u het belangrijk dat er wat extra aandacht geschonken wordt aan mantelzorgers? Ja, het is buitengewoon belangrijk, hè, want het is een hele groep in onze maatschappij die op welke wijze dan ook ondersteuning geven aan familie, buren of andere mensen die hulp nodig hebben. En dat is, als dat er niet zou zijn, dan zouden er heel veel mensen in nood verkeren. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren voor mantelzorgers? We worden natuurlijk gezamenlijk ouder. En we krijgen natuurlijk nu eigenlijk de babyboomers die zorg gaan krijgen. Dus dat wordt een enorme toeloop. Ja, dat is een probleem dat ons wel te wachten staat. Hè? Je krijgt een soort dubbele vergrijzing. Dus ja, daar moeten we wel wat met elkaar op vinden. Want je ziet nu al dat er oudere kwetsbaren zonder netwerk toch in de grote problemen komen. En probeer dan nog maar eens, als je over de 80 bent, een netwerk op te bouwen. Wanneer gaat eigenlijk gewoon hulp bieden over in mantelzorgen? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen, hè, de scheidslijn. Maar uiteindelijk, het gaat even verder dan even een boodschap doen en dan weer wegwezen. Het is echt wel ook zorgen voor, zorgen maken om. Ja, dat is echt wel het verschil tussen even een klusje doen voor iemand. Ja, ik ben nu sinds 2015 mantelzorger voor mijn vrouw. Die is na een knieoperatie in een zware depressie terechtgekomen. En ja, is in totaal 17 keer opgenomen geweest in een psychiatrische instelling. Ik denk dat veel mensen bij mantelzorg toch gelijk denken aan fysieke klachten, maar mentale klachten horen er natuurlijk ook bij. Ja, die horen er ook bij. Het gros van de mensen is meestal wel andere problemen. Geheugen, dementie of wat dan ook, dat soort dingen. Maar ja, bij mijn vrouw was het psychiatrisch. En hoe heeft dat zijn weerslag op u gehad? Nou ja, dat heeft betekend dat ik 3 jaar geleden met pensioen gegaan ben. Ik ben nu 64, dus ik was er nog lang niet aan toe. Maar ik kon niet anders, ik kon het niet meer combineren met mijn baan. Dus ik moest met 61-jarige leeftijd moest ik met pensioen. Organisaties als het Mantelzorgcentrum bieden een breed scala aan hulp. Maar niet elke mantelzorger weet deze hulp ook te vinden. Ik ben al vrij snel bij het Mantelzorgcentrum terechtgekomen en die heeft ontzettend veel gedaan voor mij, ja. Aan wat voor steun moet ik dan denken? Nou ja, bijvoorbeeld doorrekenen van je financiën. Ik moest vroeger tijdig met pensioen en ja, daar ga je wel behoorlijk wat achteruit. Dus het hele doorrekenen van je financiële situatie bijvoorbeeld. Maar ook de contacten richting het WMO. Mijn vrouw moest uiteindelijk een indicatie hebben voor dagbesteding. Ja, noem maar op. Al dat soort hulp heb ik wel gekregen van het Mantelzorgcentrum, ja. Nou, er is in ieder geval heel veel te halen. Er is echt heel veel geregeld ook. Zowel zonder dat je een indicatie daarvoor moet hebben als met een indicatie. Alleen mensen zijn zich daar niet vaak van bewust. En dat is ook iets wat het Mantelzorgcentrum probeert te promoten. Jongens, kom naar het Mantelzorgcentrum, we kunnen heel veel betekenen voor u. We zijn onafhankelijk, dienstverlenend. We kunnen zowel vanuit de psychische en kwetsbaarheid mantelzorgers helpen, als wel echte regeltaken en regelzaken voor ze regelen. Wat het belangrijkste voor jezelf is, dat je natuurlijk wel dingen moet ondernemen zoals dit. Dat je andere activiteiten ontplooit, waar ook jezelf weer een beetje vrije tijd geeft en een beetje ruimte geeft om je adem te halen, zodat je daarnaast weer voor je partner kan zorgen of voor een ander waarvoor je zorgt. Ja.